Hallo, mijn naam is Roline Hartman en samen met mijn zus Petra Zeeman zijn we het plan Natuurbeleefplaats Rentmeester begonnen. Mijn zus is werkzaam als projectcoördinator in de zorg en heeft hiernaast ook een affectie met voeding. Ze vindt het fijn om over voeding te vertellen en wil hier graag natuureducatie in geven. Ikzelf ben werkzaam in een jeugdorganisatie voor jongeren die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Met hen doe ik hovenierswerkzaamheden en werken we in de Grote Groen, dus in het Bos. We hebben de voor dit plan ingeschreven, omdat we dit zagen in de krant en we werden meteen enthousiast. Hier hebben we dus, eh, ons voor ingezet, hebben extra tekeningen laten maken en zo zijn we bij VIP Flevoland terecht gekomen. De door ons gekozen locatie is uniek. Het ligt dicht bij de bebouwde kom, zodat het erg toegankelijk is voor de inwoners van Urk. Daarnaast zijn er veel recreatiemogelijkheden. De locatie ligt dicht bij het speelbos, het rondje Urk, MTB routes, fietspaden en de ingang van het Urkerbos. ...en natuurlijk de moestuinen die grenzen aan de locatie van het initiatief De Rentmeester. Het bijzondere aan ons plan is dat we met ons plan proberen om de natuur terug te krijgen in de harten van Urk. Daarnaast zorgt ons initiatief voor de cohesie tussen de verschillende organisaties... ...die zich rond deze locatie bevinden. De Moestuinvereniging bijvoorbeeld en de Manege de Orca Ruiters. In de gesprekken met de verschillende landelijke organisaties merken we dat ze lastig voet krijgen aan Urk. Wat ons plan zo bijzonder maakt... Is dat we natuureducatie en voedingslessen willen geven. Dit om bij de kinderen alles weer in het hart te leggen, om bij het begin te beginnen en daar een verandering teweeg te brengen. Dit is ook onze opdracht vanuit de rentmeesterschap. Christelijk dorp, en daarom willen we het ook echt doorvoeren in ons plan. Het bijzondere is ook dat je welkom bent in ons plan om een bakje koffie te drinken, om te spelen, om te ontdekken en om te kijken wat voor mooiste natuur allemaal te bieden heeft. Wat u hier ziet zijn de beginselen van de Rentmeester. Hier is eigenlijk alles geboren, hier hebben we de locatie gevonden en hebben we gekeken wat past er nou in dit landschap. En zo zijn we uitgekomen tot deze 3D-visualisatie. Hallo en welkom bij de Rentmeester. Heb je lekker gewandeld in het bos, gefietst over een van de vele fietspaden of heeft u misschien wel in de moestuin gewerkt? Zelfs voor een kleine plas bent u hier welkom. Als je naar het gebouw kijkt, zie je dat het gebouwd is van geramde aarde. Deze aarde is opgegraven uit de grond en daar hebben we deze muren van gemaakt. Dit geeft een warm gevoel en je zal je daarom bij de rentmeester gelijk thuis voelen. Ook hebben we een klein restaurant binnen waar je lekker kan zitten in de zon en waar de kinderen kunnen genieten van buitenspelen. U bent van harte welkom. Vanuit dit punt kun je goed het dak zien. Je ziet dat dit overgaat in de landschappen van de omliggende weilanden en de moestuinen. Hieruit is een gebouw ook opgebouwd. De verschillende vakken laten zien hoe de moestuinen ook verschillen van elkaar. Verder kunnen de kinderen op het dak spelen, is het geluid isolerend, zorgt er voor wateropslag en geeft het een groene sfeer. Aan de andere kant van de weg is ook het rondje Urk. Hier kun je snel naartoe lopen en kun je ontdekken over de historie van Urk. Zo kun je zien hoe Urk in alle beginselen was. Welkom op het Slingerpad. Vanaf deze zijde ziet u dat het gebouw is opgedeeld in verschillende stukken, zoals ik net ook al heb gezegd, gelijkwaardig als de moestuinen. Als eerst ziet u het groene gedeelte met gras, in het midden het hout van het terras en als derde hier dit slingerpad. Dit slingerpad is bedoeld om te ontdekken en dingen in beweging te zetten. Hier kun je ontdekken met verschillende biotopen, kun je leren over fruit en groenten, want alles is plukbaar wat je hier ziet en het is ook nog erg veilig. We hebben gedacht aan de relaxheid van de ouders. Ze kunnen lekker zitten met een bakje koffie en de kinderen kunnen hier veilig spelen en ontdekken. Zijn jullie net zo enthousiast als ons? Helemaal goed. Ik heb alleen één ding nog niet verteld. En dat is dat we namelijk gaan samenwerken met jongeren die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. We onderhouden het speelbos, het bos, de natuurbeleefplaats en rentmeester en het rondje Urk. Samen met alle verschillende doelgroepen van deze gemeenschap willen we de natuur extra waarde geven. Voor nu. En in de toekomst. De winstpunten van het tuurbeleefplaatsarenmeester. Vernieuwend kindvriendelijk horeca-initiatief. We zijn een werkplek voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Verbinding tussen landelijke natuurorganisaties en de inwoners van Urk. Duurzaamheidsbeweging op gang krijgen en de sociale cohesie in de omgeving. En waarom moet ons plan nou winnen? Nou, dat zal ik je vertellen. We zijn namelijk vernieuwend, super gaaf. En we willen natuur in de harten van mensen terugbrengen, zodat iedereen een bewuste keuze zou kunnen maken.